Kritisch, brutaal, koppig, tegen alle verwachtingspatronen in. Zo karakteriseren mensen die verstand hebben van danshaar. Kritisch, brutaal, koppig of zo. Het is inderdaad, het is zeker niet zo gewild wat er wel eens ik ben. Ik hoop dat ik op een heel consequente en geconcentreerde manier bezig ben met iets waar ik heel veel van houd, dat is te zeggen dans. Misschien worden de mooiste dingen in het leven wel door bewegingen gezegd, net zoals in de liefde, en niet door woorden. Tijdens de generale repetitie van de Ballet Rosa uit 1983, gisteravond in de Burger de Heerlage, valt het groot aantal stoelen om. Stoelen voor thuis, ze spelen altijd een voorname rol in haar voorstellingen. Ik heb hetzelfde met stoelen als u met stoelen heeft. Er zijn drie basisposities, dat is rechtstaan, liggen en op een stoel zitten. Ik geloof dat er in onze wereld, vooral in de westerse wereld, mensen meer vandaag de dag op een stoel zitten als liggen of rechtstaan. Hè? Het is dus echt iets, een soort van object dat echt praktisch intrinsiek aan je lichaam verbonden is. Veel met niks te kunnen doen. Daar gaat het de keersmaak vooral om. Er wordt vandaag de dag vooral heel veel met heel veel gedaan, terwijl ik belangrijk vind om echt veel met niks te kunnen doen. Een hand die door een haar gaat, een vuist die gebald wordt, die binnen een heel strakke mathematische structuur gezet worden. Ze houdt er niet van als mensen haar naar de precieze betekenis van haar ballet te vragen. Dat vind ik altijd zo raar, omdat je kan alleen maar juist voelen. Je moet in ieder geval niet proberen totaal te vatten of vast te grijpen, want het is net zoals met zand, geloof ik. Als je dat te hard in te veel in je hand grijpt, dan vloeit het weg.